Kijk, hier hebben de reetjes aangegeten. Hier, en hier is het hartje er al af. Tuinders Vera en Fernande steken de handen uit de mouwen op het heerlijke land. Een zelfoogst moestuin waar iedereen mag oogsten. Er valt een hoop werk te verrichten. Er zijn wel 200 verschillende gewassen te vinden. Hier zie je nog de boerenkool van het afgelopen seizoen. Hier hebben we dan de winterpostelijn. Daar heb ik wat van oogsten. Ja. En hier mogen de oogstdeelnemers dus ook zelf van oogsten. En dat is precies waar deze tuin voor is bedoeld. Mensen hun eigen voedsel laten oogsten. Vera en Fernande hebben deze tuin vorig jaar overgenomen met een duidelijk streven. Ja, we willen graag een meer diversere groep oogstdeelnemers bereiken. Zodat mensen voor wie biologisch voedsel vaak ontoegankelijk is, die dat wel hier kunnen komen plukken. Voedsel uit het heerlijke land is een stuk betaalbaarder dan voedsel uit de supermarkt. Zij moeten het verpakken en verplaatsen en daarom is het natuurlijk allemaal wat duurder. En hier komen de mensen het zelf oogsten, dat is het grote verschil. Dus vooral omdat dit de kortste keten is die je maar kan hebben. Er zitten geen distributiecentra tussen, geen winkels tussen. Dus de burger die koopt direct van de boer en het geld stroomt niet weg. Als jij in een supermarkt koopt, dan weet je eigenlijk niet precies waar je geld terechtkomt. En hier weet je precies waar het terechtkomt. Om de tuin toegankelijk te houden voor alle deelnemers, wordt er gebruik gemaakt van een zogenoemd solidair betaalsysteem. Het voedsel wordt verkocht via plukabonnementen. De prijzen, die bepaal je zelf. Hiermee willen de ondernemers de gezondheidskloof verkleinen. Goed voor de mens, maar ook voor de natuur. Niet de bodem uitputten, wat reguliere landbouw vaak doet, maar juist de bodem beter maken, het bodemleven voeden. Deze maand en in april en in mei staan er open dagen op de planning. Vera en Fernande hopen nog veel meer te bereiken met het heerlijke land. Om zoveel mogelijk mensen om mijn poten goed te laten eten. En daarmee dus ook bij te dragen aan een goed klimaat, een fijne leefomgeving en lekker eten. En daarbij om een mooie gemeenschap te creëren op het land. En je ziet daarmee echt dat er heel verschillende mensen die elkaar misschien anders niet tegen zouden komen, hier wel elkaar tegenkomen. En ik vind dat altijd heel mooi om te zien.